De Kazakken spelen verdedigend. De Rode Duivels zoeken gaatjes in de afweer. De Camargo kopt hard over. Veel scheelt het niet, maar het blijft voorlopig 0-0. 5 minuten voor de rust krijgen de Belgen een penalty voor een duwfout op Witzel. Timmy Simons met de opperste concentratie. Hij mist zelden een strafschop. Ook nu niet. 1-0 voor België. De ban is gebroken. Want meteen daarna een prachtige aanval door het hart van de Kazakse verdediging. Hazard, Mertens, meegeven met Hazard. Hazard alleen op Doelof. Dit kan hij niet missen. Mooie sleep, Eden Hazard. Eerste goal van de Rode Duivels. Is een feit. Hebben jullie het gezien? Ja, we hebben het gezien. Het is 2-0. En hiervoor komen de mensen naar het stadion. En kijk die sleep. Ha. Het is bijna met de hiel dat hij de bal voorbij de doelman meeneemt. Heel erg mooi. Nog even kijken. En dan met links de glijdende verdediger. Geen schijn van een kans. 2-0. Bij het begin van de tweede helft krijgen we een hoekschop. De Camargo kopt Loginovski met de prima redding. Maar Kompany is goed gevolgd en duwt de 3-0 in doel. De Camargo kan niet scoren, Kompany doet dat wel. Frustrerend voor de Kazakken. Kurguidin vergrijpt zich aan Mertens en krijgt terecht rood. De Belgen nog een half uur tegen 10 man. Helaas pakt ook Van Buiten geel. Hij is er als speler van Bayern München niet bij in Duitsland. Er komt nog één Belgisch doelpunt na een own goal op een carambole. 4-0. Ogunjimi maakt duidelijk dat hij de bal niet raakte. In de slotfase begaat Laurent Simon nog een domme strafschopfout. Nurdaulitov neemt het geschenk in dank aan. 4-1, opdracht 1 is volbracht.